vaak ook gamers. Lars hier, welkom terug bij meer avonturen van CJ en zijn supercoole snor. En natuurlijk ook van Homie, want Homie is er ook bij. Homie die ligt lekker in zijn bedje. Hij heeft zijn kleren aangehouden zo te zien. Echt slim man, goed gedaan Homie. Misschien dat je je kleren uit had kunnen trekken en over die stoel had kunnen neerhangen. Ik heb je niet per se voor niks een stoel gegeven. Wat droomt hij over? Over een schoon huis. Oh, nou dan kan je lang wachten met CJ aan het roer. Ik denk niet dat dat echt schoon gaat worden. Nou, misschien kan Homie zo meteen deze doekjes pakken en daarmee het huis schoon gaan poetsen. Dat kan natuurlijk. Er zijn geen interacties mogelijk. Kan me dat nou schelen? Homie die regelt het maar. Wat is CJ aan het doen? Kunnen we meekijken op zijn computer? Oeh, CJ is hele interessante chatgesprekken aan het voeren. Dat is leuk. Met wie is hij aan het chatten? Met iemand chatten. Oh, hij heeft een nieuwe mattie gemaakt. Hé, hey, hij heeft er een nieuwe homie bij. Goed bezig, CJ. Oh, niet al. Nou, die muis die gaat er het heen en weer. Dat moeten we niet hebben. Wie is die nieuwe homie van hem? Barregreen? Je zat hem op Barreg heten, zeg. Potverdorie. Marigo Rackets. Oh, dat was die vent waar die mee aan het. Of die vrouw waarmee hij aan het vechten was. En dit is een brandkastkraker. Dennis Racket. Is dat dan de man van Marigold Rackets? Je zat er maar racket van je achternaam mee te zeg. En dan tennis van als voornaam. Dan zou je best wel gepest worden op school. Hé, maar jongens, vandaag is het de eerste dag dat CJ naar zijn werk gaat. Hij is lokvogel en zijn werk begint over 7 uur. Alleen, we hebben een probleempje. Want voordat je naar je werk gaat, moet je natuurlijk eerst goed ontbijten. En CJ heeft geen koelkast, daar heeft hij geen geld meer voor. En ik heb geprobeerd om de tv te verkopen, maar hij werd woedend. Dus dat ga ik nu nog een keer doen. Homie die ligt nog steeds in zijn bed, die heeft ook honger. Dus we gaan eens even een pizza bestellen. Dat lijkt mij nou echt het ideale ontbijt. Diensten bellen. Kom op CJ, laat die checkies even met rust op je computertje. Even voor het eten zorgen, jongen. Hup, lopen. Homie heeft honger en jij zelf ook. Ik denk dat we van het eerste geld dat we verdienen, dat we daar eens een koelkast van moeten gaan kopen. Want dat is geen overbodige luxe. Je gaat er niet om 4 uur 's nachts een pizza bestellen, CJ. Ja, hij vindt het zelf ook behoorlijk lollig. Pizzabezorging, weer $30. Borbustorni. Van die $60 hadden we ondertussen al een goedkope koelkast kunnen kopen. Oh, hij is er blij mee. Goed, man. Gaan we lekker daar wachten, CJ? Ga lekker op de pizza wachten, jongen. En als je hem hebt, snel naar binnen brengen. Dan kan je nog net even wat eten voordat je naar je werk gaat. Want een echte lokvogel, die zit natuurlijk onder het eten. Anders komen er geen vogels op hem af. Als hij geen pizzarestjes in zijn hand houdt, komen er geen vogels. Nee, niet gaan slapen. Nee, slapen heb je kans gehad. Je droomde over geld. En als je geld wil, dan moet je werken. En om goed te kunnen werken, moet je eerst pizza eten. Dus je wacht maar lekker op die pizza, vriend. Als je nou wat meer geld had gehad, had ik gewoon een koelkast voor je kunnen kopen. Zoals ieder ander normaal mens. Nee, niet naar bed. Dat mag niet. Ga daar staan. Als je nou nog één keer naar je bed gaat, dan verkoop ik je bed. Dan kan je er helemaal niet meer aan slapen. Dus wees slim en ga niet nog een keer naar je bed. Nee, stop maar. Dag CJ. Ja, je baal je van, hè? Ik heb het je gewaarschuwd. Ik heb je gezegd, CJ, als je nog een keer naar je bed gaat, dan verkoop ik je bed. Zo. 80. Hey, kunnen we dan niet een goedkoop fornuisje kopen? Of een goedkoop koelkastje? Oh, nee. Er komen nog $50 tekort. Even kijken. Kunnen we niet eten? Verkoop een lamp. Nou, nu kan je wel eten, CJ. Heb je en pizza en een koelkast. Hoe vind je die? Ik vind het een goede deal. Dan kan je de pizza in de koelkast zetten. Hé, hey, dat is slim denken, CJ. Dat is slim denken. Ja, dan kan je niet meer naar je bedje toe, hè? Dan zou je er in de hoek moeten gaan slapen. Dan kruip je in het hoekje en dan ga je zitten janken, zo. Mijn bed is weg. En komt die pizza bezorger nog of moet ik die pizza zelf gaan halen? Oh, daar komt hij al. Hallo. Hey, weer zo'n haas, die pizzaboy. Ding dong. Carlzoni. Wat een leuke naam voor een pizza bezorger. Oh, hij neemt de pizza al aan. Goed zo. Mardo. Heb je mazzel dat ik nog $30 over had, CJ? Anders had die pizza bezorger je computer in beslag genomen. Nou, lekker ontbijtje, CJ. Heerlijk. Lekker hoor, pizza. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Ja. Nou, neem een stukje. Hup. Stukje nemen. En opschieten.
want we moeten bijna alweer naar je werk toe. Om nam 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 nam. Homie die heeft ook honger. Homie die moet ook straks naar zijn werk een stuk nemen. Homie die moet over 4 uur al. Ho, opschieten homie. Opstaan. Opstaan homie. Ik weet dat je bed hartstikke lekker ligt. Maar het is tijd voor de pizza. Het is 6 uur ochtends pizza tijd. Zie je, daar gaat we naar zijn chickies toe. Zie je, als hij nog eens even naar de wc gaat. Daarna in bad gaat, dan kan homie daarna. Een beetje met elkaar meedenken, jongens. Kijk, homie die zelfs met zijn schoenen aan gaat slapen. Dat is niet zo slim, homie. Nou wordt je hele bed vies. Nog viezer dan die wc-pot van CJ. Hey, trouwens, Vaco Gamers. Jullie hadden het erover dat jullie graag wilden dat ik een huisdier zou nemen. Vind ik prima. Helemaal geen probleem. Alleen, wat voor huisdier moet dat zijn? Zet het even in de comments neer. Als je het een leuke naam weet, zet die er ook meteen maar bij. Scheelt mij weer een hoop denkwerk. En dan heb ik misschien binnenkort wel een huisdier. Ik dacht eigenlijk zelf aan Snorro de hond. Maar misschien dat jullie zoiets hebben van... je moet Mies de Poes nemen. Vind ik ook best. Of Karel de Kanarie. Ook prima. Maak me geen moer uit. Zet het in de comments neer en misschien doe ik het wel. Lijkt mij wel leuk. CJ is moe. Waar ben je moe van, CJ? Van die pizza bezorger. Ja, daar zou ik ook moe van worden. Als de pizza bezorger Carl Zoni heet. Ha! Nou, word ik ook moe van. Homie, die zit de hele dag op tv te kijken. Gisteren nacht ook. Toen kwam hij zijn bed uit. Toen was hij nog helemaal zo voor de helft vol met energie. Toen ging hij tv zitten kijken. Het kookkanaal. Misschien dat hij droomde van een eigen koelkast of zo. Dat zou natuurlijk kunnen. De carpool voor homie arriveert over een uur. Nou, pizza in de koelkast. En dan gaat homie lekker naar buiten, want dan komt hij zo meteen de auto voorrijden. Dan kan homie vast wat geld verdienen. En dan kan CJ nog even in zijn bed zitten, want die komt over een uurtje pas. Mooie tuin, hè, homie? Ja, oh kijk, homie is bang. Waar ben je bang voor, homie? Hij is bang voor vieze borden. Oké, nee, dan moet je niet de vieze borden op gaan zoeken, homie. Dan gaat hij weer tv kijken. Is er toevallig een tv-programma over vieze borden? Het schoonmaakkanaal of iets in die richting. Misschien is het er wel, je weet het niet. Homie, jij gaat naar buiten, want je wordt zo meteen opgehaald. Dus ga maar vast naar de weg toe en blijf. CJ, jij gaat... Ja, ga maar weer met je chickie chatten. Dat lijkt mij een goed plan. Hoppakee. Plong. Wie staat hij nou te kletsen? Oh, hij staat in zichzelf over zichzelf te kletsen. Tuurlijk, homie. Ik zou toch even langs de dokter gaan als jij zo meteen terugkomt van je werk. Misschien dat er iets in die hersens van homie niet helemaal goed zit. Schiet op, stap in. Naar je werk, etter. Stap in. Ga naar je werk. Te laat komen vindt de baas niet leuk. En zeker niet op de eerste werkdag. Gaan we nog? Of moet ik je erin slepen? Homie. Homie, ga eens wat doen. De auto staat er. Oh, hij moet natuurlijk eerst zijn kleren aan. Ah. Nou, instappen en wegwezen. Doei. Hoe zit het met CJ? Is hij al klaar met zijn chickie? Of is hij weer computergames aan het spelen? Waar wordt hij nou erop gehaald? Moet hij met deze auto mee? Nee, toch? Ga eens rijden. Ga weg. Je blokkeert de boel. Je blokkeert de straat, je staat al een half uur geparkeerd hier en het is een dubbele doorgetrokken gele streep. Dus dan mag je niet parkeren, vriend. Rijd door. Of wacht je op CJ? Dat zou ook nog kunnen. CJ, ga eens kijken of jij toevallig ook met die auto mee moet. Zou wel leuk zijn, dan bezorgen ze en de politieagenten en de criminelen. Dat is een dubbele taxiservice. Waar is die vent? Oh, daar. Ja, kijk, CJ, die wel haast. Waar moet hij nou heen? Gewoon je werk doen. En waar wordt hij dan opgehaald? Oh, met de taxi. Ah, natuurlijk. Alle criminelen worden met de taxi opgehaald. Ja, joh. Uiteraard. Weet je wat wij gaan doen? Oh, wie is dat nou weer? Ja, lekker op tijd. Vrolijke kranten bezorgen. Het is 9:15. Carl Johnson heeft voor de eerste keer een hert gezien. Wow. Cool, man. Vertel me er alsjeblieft alles over, CJ. Nog 50 jaar buffelen en hij kan met pensioen. Yeah, right. Een aantal zaken loopt op hun einde en dat betekent dat er stapels papierwerk liggen. Je baas wil dat je overwerkt om te helpen alles uit te pluizen. Het zal een hoop gestresst zijn, maar aan de andere kant maak je een goede indruk op je baas. Blijf tot laat op je werk om de relatie met je baas te verbeteren.
Beloning verbetert de relatie met baas. Tuurlijk. Gewoon doorwerken. Even een beetje buffelen. Wat kan CJ ondertussen allemaal doen? Akon moet wel hard werken. Gewoon je werk doen, dat is niet goed genoeg voor CJ. Hard werken, jongen. Laat zien dat jij die crimineel bent. Die grote topcrimineel. Hij is ook gewoon zijn werk aan het doen. Hard werken, stelletje apies. Kom op, doorwerken. Krijg je meer betaald? Denk ik, hoop ik. Zou ik wel eerlijk vinden. En dan kunnen we zometeen leuke dingetjes kopen. Zoals Koos de Goudvis. Of Victor de Varaan. Miep de Muis. Wat hebben we nog meer? Sam de Slak. Oh, dat is misschien wel een huisdier voor CJ. Een slak. Moet hij wel zo meteen even de tuin in duiken. Misschien dat hij hier achter deze rozenstruikjes wel een slak zit. Dat zou kunnen. En dan krijgt hij een eigen kommetje en dan zetten we hem daarin. Had ik vroeger altijd, als kind. Oh jee, een pakje voor je. De leider, met een hoofdletter, wil dat je dit pakje direct aflevert op de volgende locatie, het gemeentehuis. Vermijd de hoofdstraten, kijk uit voor de politie en je mag het absoluut niet achterlaten of aan iemand anders geven. Er staat een bonus met jouw naam erop klaar als je dit niet verprutst. Ga het pakje afleveren op de locatie om een bonus te verdienen. Ja, bonus! Hup, ga afleveren, CJ. We zoeken het gemeentehuis om deze kans te voltooien. En als hij zo klaar is met zijn werk, gaat hij in één keer door. Hup. Meteen door naar het gemeentehuis, CJ. Hopelijk wordt hij niet gepakt. Carl Johnson heeft grijpgrage vingers en heeft net iets gestolen. Telkens als hij er naar kijkt, zal hij het moment herinneren waarop hij het in handen kreeg. Oh, CJ heeft dingen gestolen. Foei, CJ. Maar wat dan? Dat wil ik dan ook wel weten. Even kijken, wat heeft hij gehad? Een zwaar pakje. Dat is toch niet zo erg? Die moest hij net afleveren. Heeft hij toch niet gejat? Dat moest. Dat is niet jatten. Dat is gewoon zijn werk doen. Dat gaat piep. Spannend, hè, ondertussen. Houden jullie in de gaten of er geen inbrekers komen, jongens? 3 koppen koffie en 2 donuts later zijn jij en de baas erin geslaagd om korter te maken met het papierwerk. De baas is je zeer dankbaar. Fijn. Hoppatee, een bonus. Homie heeft vandaag $376 verdiend. En CJ? Heeft hij nog geen geld verdiend? Oh, hij is wel erg moe. Kan hij zo meteen lekker zijn bedje in. Schiet op, ga naar huis. CJ, tempo. Heeft CJ ook geld verdiend? Of niet? Waar is CJ? Is dit CJ? Ja, Karel gaat naar huis. Karel is al thuis. En Karel die gaat lekker in zijn bed liggen, want ik koop gewoon een nieuw bed voor hem. Ik vind dat hij het verdiend heeft. Al zijn geld wat hij vandaag verdiend heeft, gaat hij weer uitgegeven worden. En dan kan hij... Oh, hij heeft er geld over zelfs. Wauw. Ga maar lekker in bed liggen, CJ. Je hebt het verdiend. We hopen dat homie zo meteen nog terugkomt. Zou toch wat zijn als we hem nooit meer terugzagen. Wat is die nou weer aan het doen? Met Goodwin kletsen? Nee. Naar huis, homie. Morgen moet je weer werken. Als je op date wil, dan vraag je maar toestemming aan CJ. En als het mag, dan mag je op date. Niet eerder. Dutje doen. Nee, slapen. Huppakee. Geen gezeur. Is hij al thuis? Ja. Wauw. Hey, homie. Er slaapt een crimineel in je bed. En CJ droomt over zijn bed zelfs. Oh nee, CJ droomt over kip, jongen. Hartstikke lekker. Lekker bordje met kip. Lekker smakelijk. Ah, de jongens gaan slapen. En ik denk dat het wel tijd is om deze aflevering af te blazen. Vaco Gamers, vergeet niet in de comments neer te zetten wat voor huisdier ik moet nemen en hoe ik hem moet noemen. Oh, er komt er een eentje aanlopen. Oh, hey Bambi, je vreet mijn bomen op. Ga weg, anders maak ik een vloerkleed van je. Ga weg, schiet op, ga maar naar het park toe. Vergeet niet een huisdier neer te zetten, vergeet de naam niet, vergeet het groene duimpje natuurlijk niet. En dan zie ik jullie de volgende keer hopelijk weer terug bij meer avonturen van CJ met zijn supercoole snor. En bij meer homies. Mazzel!